Bij deze aanvaard ik het commando over de marinierskazerne Savaneta. En zou ik nu kunnen eindigen met deze ceremonie. Want dit is in wezen de ceremonie, het beëindigen en het aanvaarden van het commando. Maar u zult begrijpen dat ik ook een paar woorden tot bemanning zou richten en tot de aanwezige vertegenwoordigers van de Arubaanse bevolking. Ik sluit me ook aan bij de woorden van welkom van mijn voorganger. En het is ook mij een eer en een genoegen u allen te mogen verwelkomen. Overste Hofma, Ed, ik wil je bedanken voor de professionele organisatie die aan mij overdraagt. En complimenteren met de prestaties die u met uw bemanning hebt geleverd. Ook dank ik je voor de handover en takeover, ruim 2 weken, en de persoonlijke ondersteuning tijdens mijn eerste weken hier op dit mooie eiland. Jij gaat terug naar de operationele eenheden van het korps als chefstaf van de MARSTOF, de Maritieme Special Forces. Ik wens je daar veel operationele uitdagingen, want dat blijft gewoon heel erg mooi, en alle goeds voor de toekomst. En hoop dat we een keer daadwerkelijk gaan samenwerken. Deze commandoverdracht zal ik gebruiken om iets meer over mijzelf te vertellen, mijn wijze van werken en hieraan gekoppeld de korpswaarden. En de korpswaarden die kunt u hier op de muur zien staan bij het cafetaria. Maar laat ik beginnen met te richten tot de vertegenwoordiging van de Arubaanse bevolking. De eerste indrukken van Aruba zijn voor mijn gezin geweldig. En onze oudste dochter is gisteren met tranen vertrokken, want ze gaat studeren in Nederland. Die tranen waren er niet vanwege het vele uitgaan. Maar ze zei tegen me: pap, ik ga dit eiland missen vanwege de sfeer, de natuur, de wandelingen die we gemaakt hebben aan de noordzijde, naar de Natural Bridge, de Natural Pool. Maar vooral ook de bevolking, die zo aardig en vriendelijk waren. En dat stemt ons positief van een 18-jarige dochter om hier vol goede moed er 3 goede jaren van te maken. 3 jaar samen met de bevolking en autoriteiten van Aruba. Was dan alles positief? Dat klinkt wel dan niet helemaal eerlijk. Ik moet nog iedere dag wennen aan het verkeer op het eiland. Me inhouden, snelheid omlaag, opletten of niet iemand voor me op de weg schiet of iemand opeens van de weg afschiet. Dus daar moet ik me nog zeker de komende weken en maanden meer op anticiperen. Wie ben ik? Net al aangehaald, ik ben een man met een duidelijk operationeel hart. Operationele achtergrond met sidesteps naar Amerika, de United States Marine Corps en de Engelsen, onze broeders, de Royal Marines. Maar ook het bedrijfsleven heb ik 2,5 jaar met veel plezier mogen werken. En vlak hiervoor als commandant van het Mariniersopleidingscentrum verantwoordelijk voor de recruten, de officieren en alle specialisten binnen ons korps mariniers. En nu dan eindelijk Aruba om af te komen van het stigma dat ik nog steeds een West-Novice ben.